Het maken van een correcte rijnkweek. Rijnkweken doe je om zeker te zijn dat je verder kunt werken met één enkele soort bacterie. Dit bereik je door losse kolonies te verkrijgen. Een kolonie is een verzameling van bacteriën die voortkomen uit één bacterie en dus allemaal dezelfde eigenschappen bezitten. Tijdens het rijnkweken heb je steriele oesjes nodig. Bekijk de video Het correct uitgloeien van een oesje om te kijken hoe je hieraan komt. Het is belangrijk om de oesjes goed af te laten koelen voor gebruik. Hiermee voorkom je dat je de bacteriën doodt. Bekijk de originele plaat en kijk of je ergens een losse kolonie vindt. Zorg ervoor dat je vooraf de lege plaat die je gaat beënten goed codeert. Dit houdt in dat je je naam, klas, datum en test op de onderkant van de plaat schrijft. Indien nodig, zet je ook op de plaat onder welke condities je je plaat gaat incuberen. Werk in de buurt van een blauwe ruisende vlam om besmetting van je plaat te voorkomen. Leg de platen met het deksel naar beneden op tafel, zodat je met één hand de benodigde plaat kan pakken. Voor rechtshandigen pak je met je linkerhand de plaat met bacteriën en met je rechterhand de oesje. Neem een zo klein mogelijke hoeveelheid van je cultuur. Het aantikken van de cultuur is al genoeg. Leg nu de plaat weer terug en schuif hem aan de kant. Deze plaat heb je niet meer nodig. Pak met je linkerhand de gecodeerde, lege plaat en ent je bacteriën over ongeveer een vierde van de te beënte plaat. Dit doe je door evenwijdige strepen te trekken. Na afloop van enten van het eerste segment gloei je de oesje uit. Om losliggende kolonies te verkrijgen, moeten we de bacteriën die zich in segment 1 bevinden uitstrijken. Zo gaan we de bacteriën als het ware verdelen over de plaat. Gebruik een schone oesje om segment 2 uit te strijken. Hierbij haal je ongeveer 3 strepen door segment 1 en 3 losliggende strepen. Gebruik de andere kant van de oesje om het volgende segment uit te strijken. Aan deze kant van de naald zitten immers nog geen bacteriën. Ook hier halen we eerst weer een paar strepen door het vorige segment en vervolgens 3 losse strepen. Gloei de oesje na gebruik uit. Gebruik een schone, afgekoelde oesje voor het beënten van segment 4, waarbij je eerst weer een paar strepen door segment 3 haalt. Gebruik de andere kant van de oesje om segment 5 te beënten. Voor het beënten van segment 5 haal je een streep door segment 4 en maak je daarna een zigzag naar het midden van de plaat. Let op, het is hierbij heel belangrijk dat je geen andere segmenten aanraakt met je naald. Gloei na het enten van segment 5 je oesje wederom uit. Leg de plaat weer in zijn deksel en zet de brander uit. Bekijk onder welke omstandigheden de plaat geïncubeerd moet worden en maak hiervoor een rek klaar. Leg de plaat met het deksel naar beneden in het rek en zet het rek in de stoof. De rijnkweek is gelukt wanneer je vanaf het derde of vierde segment losliggende kolonies hebt en er maar één soort bacterie op de plaat groeit.